Kermis en corona, het bleek tot nu toe een slechte combinatie. Bijna overal in de regio worden kermissen afgelast. De Nijmeegse kermis kan gelukkig wel doorgaan, niet in het centrum, maar op het Nijma-terrein. Burgemeester en kermisliefhebber Hubert Bruls nam een kijkje. Hij is blij, ook voor de kermisexploitanten. Die normaal bij ons in de binnenstad gestaan en die hier wilde komen, heeft ook een plek kunnen vinden. Kijk, niet iedereen is gekomen, wegens andere verplichtingen. Maar dat vind ik dus goed nieuws dat we toch op deze bijzondere industriële terreinen dit mooie evenement kunnen laten plaatsvinden voor alle Nijmegenaren, maar zeker ook voor de kermisexploitanten. Want die hebben natuurlijk heel zwaar, want die hebben niet zo heel veel kermissen. Ik hoor van in ieder geval van de organisatoren dat ze ondanks het slechte weer van de afgelopen week niet ontevreden zijn. Ze hebben toch behoorlijk aantal duizendtallen mensen gehad. Ik ben hier nu een uurtje en als ik nu om me heen kijk, zie je al dat er meer mensen zijn dan een uurtje geleden. Laat staan als je dat aan de avond hebt of op zaterdagmiddag. Tot nu toe de avonden, ja, die worden wel bezocht. Overdag is het wat rustiger, maar hopen dat we straks weer een goed weekend tegemoet gaan. Maar de moeite waard kunnen we pas zien 11 oktober. Want deze kermis duurt tot en met 11 oktober. En dan zetten we er een streep onder en dan weten we het eindresultaat. Kan een kermis op deze manier ook op andere plaatsen worden georganiseerd? Dit is een heel goed voorbeeld. Dit hebben wij al meerdere keren meegemaakt. Wij hebben in 's-Hertogenbosch gestaan, we hebben in Tilburg gestaan. En allemaal op deze manier een looproute. Mensen die houden toch heel goed afstand. En ik denk dat dit juist heel goed is. Je hoeft je eigen niet van tevoren in te schrijven of je naar de kermis wil, want er is ruimte zat. En wij houden natuurlijk ook in de attractie 1,5 meter voor de klanten. We laten ze gewoon niet allemaal achter elkaar erin gaan en dat gaat allemaal gedoseerd. Nou, je ziet dat er met name steden die vaak nog een wat groter evenemententerrein hebben, dat het mogelijk is. Maar we moeten eerlijk zijn, als wij dit terrein niet hadden, bij ons in de binnenstad was het ook heel moeilijk geworden. Dan hadden we maar een hele kleine kermis kunnen doen, gewoon vanwege de coronaverplichtingen. Ik snap heel goed dat niet elke gemeente zo'n prachtig terrein heeft. Bedenk ook, dit terrein hebben wij net vorig jaar ook ingericht met stroomvoorzieningen, met watervoorzieningen. Met andere woorden, hier kun je ook een kermis organiseren. En het zou natuurlijk goed zijn als dat op meer plekken is. Leuk voor kermisliefhebbers, zoals ik. Maar zeker ook goed voor kermisexploitanten die het echt heel zwaar hebben. Ja.